Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kirby and Return to Dreamland. Ja. We gaan returnen naar de Dreamland. We zijn in wereld 7 is het niet? Ja, wereld 7. Ja. En we zijn eigenlijk een soort van speed aan het runnen, want we zijn heel snel door de levels aan het gaan. Yep, precies. Oeh, kijk uit voor de ballen. Want ze laten ze namelijk vallen in dit spel. Ja, Tornado is hartstikke mooi, maar hij levensgevaarlijk in de level. Ja. Je kan jezelf namelijk niet meer redden, kijk nu doe nee. Het ding met hem. Ja, maar moet je nagaan, als we Megalore niet aan hadden staan. Oké, weer een leven weg, weer een leven weg. Nee. Milan, we hebben nog maar 2 levens over. Milan. Ja, het ergste wat je dan moet doen is alleen het level opnieuw doen waarschijnlijk. Ja. Ja, dat doe je. Er is toch geen punishment, dus dat maakt in principe niks uit. Auw. Minder jee. Draag nu wel uit. Hammer. Dit is mijn naam. Het zal wat zijn als ik die dingen kapot kan maken met mijn hamer. Ach, ze kennen deze game toch geen invincibility geen korte invincibility frames. Nee, het zijn invincibility secondes hier. Ja. Ja, sorry, als de game vooruit duwt, dan hoef ik niks te doen. Maar we gaan niet vooruit, hè. Ook zo mooi dat level ook nog door blijft gaan, hè? Ja. Nou, Freek Vonk laten we hier liggen. Oké. Okay. Shit. Waar de vleugels of niet? Ja. Want we weten, met vleugel gaat speedmodus aan. Wee! Hoppakee. Ik kan niks vasthouden, dus...
gaan cheaten, want je had de sleutel nog vast wanneer je teleporteert, dus... Dan gaan we mooi cheaten die op. Ik red je! Nice. Nee, hier heb je de deur. Hebben wij weer zo'n dingetje? Ja. Die zouden we vast moeten gebruiken. Ik ook. Nieuw. Hallo meneer de Bos. Doei meneer de Bos. Hallo meneer de Bos. Doei meneer de Bos. Hallo meneer de Bos. Doei meneer de Bos. Nieuw. Sterf. Ook net in de range. Dok. Easy win. Dok. Alles wordt door de midden gehaakt. Dok. Dok. En toen krijg je een tok. Hoe moet dit stuk nu allemaal doen? Ik heb geen idee. Ik zie het er wel gebeuren. Ja. Vermoeiend. Zeker vermoeiend. En dan is Sander er nog niet eens bij. Ja, moet je nagaan. Die was ook nog een beetje zo. Ja, maar dat mag eigenlijk Kirby zijn. Dan geven we hem gewoon naar die. Ja, ik heb nu wel geleerd niet aan deze pilaren gaan zitten. Hoppakee. Maar als we aan de pilaar gaan zitten, dan stort de hele wereld in. En dat moeten we niet hebben. Nou, zolang wij niet onderstaan, nee. Dit is ook gewoon zo oneerlijk, hè? Oh, je zit toch aan de pilaar. Ja, één pilaar. En zolang met één pilaar nog blijft staan, is niks aan de hand. Op tijd. Hey! Een vulkaan. En een kloof. Ze zijn wel heel erg goed verdeeld qua difficulty, hè? Niet echt. Even wachten.
ga vuren die op. Oh, onderlangs, onderlangs. Wel lang een kloof op dit. Ja, inderdaad. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat dit ook een van de laatste kloofs is in de game. Ja. Dus dan kan het ook bijna niet anders, hè. Laten we ook rooien. Ja, in één hadden we al een fight tegen de meest ultieme versie daarvan, hè? Dus het kan bijna niet meer anders. En ook niks nuttigs aan het doen. Dan. Yay! Nice. Nice in on the cave. Uppakee. Bubba de bubba de bubba bum, bubba de bubba de bum bum, bubba de bubba de bubba bum 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 bum. De ballen. Yeah. Waarom? Al die roodjes. Geen idee. Nou, meer dan van de tijd, als je zo'n dimensionale kloof had gehad, was je bij het einde van het level, dus ja. Ik snap sowieso niet de theatrics rond deze. Lekker bezig. Is dat de laatste level van de game zijn misschien? Nee, dat denk ik niet trouwens. Het is wel de baas level. Het is de baas, dat is zeer zeker waar, ja. Maar we vechten vast niet tegen rode pepers. Tegen Scoville. Ja, nou ik kan kiezen, welke wil je? Yeah. Ja, ik ben heel scummy, ik neem ook vleugel. Want vleugel is gewoon goed. En we houden van goed. Ja. Well, yo, krijgen we helemaal een cutscene? Well, yo, dit is de dragon! Dan is het niet de grote opperbaas, denk ik. Of dit is wel de grote opperbaas. Nobody knows, behalve jij. Ja. Nou, kom erop met je kutraak. Landy, hè. Fuck the damage. Het is bijna een luchtsnijder van Pokémon dit. Ja. Dat was fase 1. Tijd voor fase 2. Spelen, ja.
Ja, Landia heeft er heel veel zin in. Ja, die is gewoon lastig. Maar daar hebben we onze grote vriend Megalore weer. En dat was Landia. Moeilijk. FIFA Hollandia. Ja. Een kroontje. Een heel mooi kroontje. En een blije Kirby. En hele blije Megalore. Want dat is uiteindelijk de eindbaas, zeker. Ja. Wauw. Daarom gaf hij ons al iedere keer het eten, want hij wilde het halen. Wat een onzin. De meeste kroon. Ik heb liever een masterbal, maar oké. Ja, echt, hè. Ja, ik ga vooral een beetje naar mijn moeder. Hele backstory. Ja. Heel duidelijk plan. Ik laat Kirby het werk doen. Ja. Ja, ik vind het best een goed plan. Hij zegt, had ik jou bedankt voor het repareren van mijn schip? Ja, had je al gedaan. Heel bedankt. Graag gedaan. Tijd voor het hele universum om voorbij te buigen. Oh, wacht even. Nog meer, als wij als iemand helpen, is onze planeet als laatste aan de beurt. Niet als eerste. Wat een onzin. Ja. We worden gepest. Ja. Is het nu alleen nog hem of zijn er nog meer levels? Nee, het is nu alleen nog maar Megalore. Okay. En nu worden we opgegeten. Hap. We hebben nu een draakje waar we op kunnen vliegen. Ja. En nu wordt Kirby opeens een shooter. Jong. Maar nu is de vraag. Wereld 8, andere dimensie. Gaat Megalore ons nog steeds helpen zometeen tegen Megalore? Dat zou ik wel super grappig vinden. Denk je niet, maar hey. Droom bestaan. Kirby Land Parijs. We kunnen ook niet naar achteren mikken, hè? Nee, dat is echt fucking niet zo. Ja. Nou, dat was de bos. Open sesame. Next.
Next. Oké, okay, mooie prisma. Nog een mooie prisma. Ah, dit is een beetje jammer. Ja. Zeer spijtig. Oh jee. Hé, hey, daar hebben we Megalore al. En dan hebben we net dat schip gerepareerd en mogen we hem zelf weer opblazen. Ja. Dat zou, dat, aan de ene kant is dat best therapeutisch hoor, dat we dit moeten doen. Want het is de Lore en Megalore. Ja. Het schip is dan de Lore, zou je doen. Ja. Mes. Ja, zo'n charge attack doet wel wat, maar het is allemaal. Je kan net zo goed maar beter gewoon blijven spammen dan. Ja, maar dat is niet leuk. Wij kunnen hier naar achteren schieten. Mes. Ja. Dan ga jij weer. Weer, doe ik wel weer. Weer. Kan je meteen joinen? Ja. Nee, de game is niet makkelijk genoeg. Hoe kom je erbij? Ja. Zolang speler 1 niet dood gaat, is er niks aan de hand. En dat is best erg. Nou, ja, dat was de Lore van Megalore. Dan hebben we helemaal de Mago. Nou, we worden nog geheeld ook. Wat fijn. Ik vind het ook zo mooi van Metanite, kijk dier. Ja. Bananendier, hartstikke mooi. We hebben ze helemaal niet gezien, de hele serie. Nou, kom maar op. Oh, nu is het weer een level. Ja. Welke wil je? Kun je alles kiezen? Oeh, die wil ik ook. Ja, en voor het laatste stuk even random gaan. Oké, Megalore tijd. Dit is zeker de eindbaas. Dit is de eindbaas, ja.
Magalore de eindbaas. Dat was fase 1. Oké. Okay. Je moet de fase te bekennen, man. Wee! En toen waren we weer terug. Oké. Okay. Ja, als je die goed zou moeten doen, dan had je, al, had je het niet gedaan. Maar had je... Dat boel ontwijken, die boel ontwijken, maar ja. Ja, mijn dames, ook een, is het ook een challenge in Kirby om, de om games te halen zonder power-up. Ja, precies. Oh shit. Ja, mijn zuigkracht is niet zo ver. Ah, die dingen kunnen misschien zuigen, goed om te weten. Ja, dan weet je wat je te doen staat. Derde stage. Drakenvlam, let's go. Ah. Dat is 1. Op de tijd. Dat is 2. Nice. Ja, maar dat is niet eerlijk. Even mijn power op je cancelen. Dat noemen we heel flauw. En nu uit de buurt blijven van het achterlijke ding. Wel leuk dat jij nog speciaal voor jou een animatie krijgt. Snap ik wel. Maar nu hebben we de belangrijkste vraag. Kan jij respawnen? Waarschijnlijk wel. Ja. Kom even hier, dan delen we ook even de HP. Even van mijn rug af. Nee, dat kan dus niet, dat is jammer. Chaka. Chaka. En Chaka. Dat was het maar. Nee. Ik moet hem nog final even zeggen. Ja. Yay! Maar zo. Chaka. En dat was Kirby in 2020. Of niet? Nee, Megalore is dood, dus... Ik denk het wel dan, toch? Of is er weer een bos? Bos nummer 124.
Ja, het is inderdaad bos nummer 124. Hoe lang is deze aflevering al? Oh, flink over tijd. Ja. Tijd voor Magalore fase nummer 3. Die weet ik niet. Ja, toch allemaal kan mee aan mee, hè? Echt wel. Wauw. Zeer indrukwekkend. Nou, dat was fase 1 van bos nummer 124. Ja. Nu is het tijd voor fase 2 van bos nummer 124. Want nu heeft deze eigen ultra's waarde. Het zou ook even fijn zijn als je ook even langer dan 2 seconden ergens stil blijft staan. Even, hè. Dat je nog zo van kan raken. Zo. Nou, kijk. Dan maar 2 seconden stil blijven zitten, dank u vriendelijk. Echt, hè? Oké, we hebben zwaard gehad, we hebben draakenplan gehad. Wat kan ik daar nog over hebben? Nee, niet veel meer blijkbaar. Is dit hem wel? Nee, natuurlijk niet. Fase 724. Tuurlijk. Nee, nu is het wel. Oh, gelukkig. Oh, hij gaat ook helemaal dood. Ja, Megalo naar de hel gesleurd. Wow. Oh, iedereen bedankt voor het kijken van deze serie. Het werd eens wat anders. Voor het eerste keer Kirby op dit kanaal. Het was een wild ride. En het duurde langer dan een uur. Ook belangrijk. Deze aflevering? Nee. Oh. Deze game. Oh, deze game, ja. Het duurde langer dan de Kirby Star Allies in ieder geval. Bedankt voor het kijken van deze serie. Vergeet zeker niet Jordi's kanaal te checken in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij een gloednieuwe serie de volgende keer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.